Arjuna's volledige naam is Arjuna Buru Maria Surya Ganesha. Toen hij op de lagere school zat, Arjuna, wilde hij wel plotseling een andere naam. En toen kwam hij op een dag thuis en dat vond ik heel geestig, want toen wou hij Evert heten. Evert, out of all names. Ik weet nog dat ik John wilde heten vroeger. Oh, Evert. Evert, wel. Ja? Oh, dat Evert was een tijdje omdat een van de jongens van de party animals heette Evert. Fai. Eén seconde. Ja. Nee, ik heb nooit muzikale opleiding gehad. Mijn school heb ik ook nooit afgemaakt. Tenminste, ik heb de middelbare school bijna afgemaakt. Ik heb mijn HAVO op één vak erna wel gehaald. Dat is echt gewoon niet. Ja. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen, wiebelen. Ik weet nog dat ik toen ik begon, toen had ik mijn hele pc meegenomen. Naar een optreden in de Meander, volgens mij. En dat was Ollie's avond, van Willy, voor de duidelijkheid. En toen kwam hij op een gegeven moment naar me toe en zei hij, kom, laten we samen kutmuziek maken. En toen, echt drie kwartier later of zo, had ik die beat gemaakt. En ik wilde eerst nog, ik was al bezig met allemaal melodieën erbij. Toen zei hij, haal al die melodieën weg. En nu die beat, geef nu die beat en dan ga ik er iets over opnemen. En ik denk echt dat we in totaal in een uur tijd of zo dat nummer hadden afgerond. Naar schat. Mensen die kunnen dat nooit geloven dat Arjuna mijn broertje is. Ik kreeg van een andere DJ toevallig gisteren een privébericht op Twitter, Benny Rodriguez. Hij zei, is Arjuna eigenlijk je broertje of is het gewoon... Voor de show. Voor de show. Ik zeg, nee, ze is wel mijn echte broertje. Oh ja, joh. Ik zie dat ook niet als half, want we hebben dezelfde moeder. Nee, en dan ben je niet half. Nee, maar we zijn in hetzelfde huis opgegroeid. En ik vind het zo stom als mensen zeggen, maar jij zegt dat wel over nee, mij. Nee, ik zeg dat soms en dan kijk ik zo raar en zeg, ja, het is mijn halfzus. Maar dat is niet andere, waar. Maar... Als je dezelfde moeder hebt, dan ben je 100% broer en zus. Alleen als je andere vaders... Ja. Nou ja, er zijn gewoon drie vaders in het spel. Ik ken niemand die zulke muziek maakt als jij. Met zoveel verschillende geluidjes en... Zo muzikaal en zo spiritueel eigenlijk. Nou, als ik het nu terug hoor, dan het raakt me wel nog steeds. Omdat het me heel erg doet denken aan vroeger. Maar ik vind wel, sommige dingen zou ik nu anders doen. Alleen het is wel leuk om te horen, omdat ik gewoon wel weer meteen naar vroeger moet denken dan. Nou, dit zou je misschien kunnen zeggen is een voorloper van dans. Want het is eigenlijk eind 70er jaren, begin 80er jaren de eerste synthesizer muziek. En ja, nou ja, als ik naar Arjuna's muziek luister, dan denk ik wel ook aan deze muziek terug. Nou, ik zeg altijd, ik vind het galactic. En wat is dat nou, hè? Wat is nou galactic? Dat het hele universum en alle planeten en... En nog de subplaneten en nog de andere werelden en alles erin meedoet. Dat allemaal binnenkomt. En dan ben ik verbaasd. Dan luister je, zit je lekker en dan komt er opeens weer een geluidje bij. En denk je, wauw, waar komt dat nou weer vandaan? En weer een hele, nog een universum erbij. Ik ben wel eens echt jaloers op jouw publiek. Want hij heeft een heel grote fanbase. Echt, die echt voor hem komen. En die staan... De hele set voor zijn DJ-boot te schreeuwen en helemaal in die muziek opgaan. Dat is wel heel mooi als DJ als je dat kan. Ik heb dat ook als ik op een vrouwenfeest sta, maar het is gewoon omdat al die vrouwen mij lekker vinden. Foto's, oh ja. Dit ook, Arjun, kijk dan. Ja, hier gaat hij dan een beetje puberen. En hier ook. Kijk hier. Grote zakken snoep. Wij kregen thuis nooit snoep. Nee, bijna niet eigenlijk. Of snoep zonder suiker. Ja, snoep zonder suiker. Ukkie, chocoladepasta zonder suiker. Die is wel lekker op zich met pindakaas, de kaas die zo hard was dat je er zo helemaal... eerst die olie er doorheen moest slaan. Gewoon, jeetje. Alles biologisch. Alles biologisch. Ga je echt zwemmen? Ja. Ik heb wel zin in.
zeg maar, die preekjes die je als moeder geeft. Van doe dit niet, doe dat niet en dat is gevaarlijk. En takati takata. Daar krijgen kinderen gauw genoeg van. Dus ik ging het ook wel eens zingen, ja. Dat herinner ik me. Heel irritant. Ik weet dat eerlijk gezegd niet meer. Ja. Nee. Ik weet wel dat mama altijd aan het zingen was. Om namashivai, zei ze altijd als ik boos was. Om namashivai. Om namashivai. Houd toch op. Ja. Ja, maar niet altijd ging het zo natuurlijk zo. Om namashivai is sterker dan de atoombom. Ja, dat zei je. Ja, oh ja, dat zei je. Ja. Ga jij maar eens lekker met oma Juna zwemmen. Oma blijft wel kijken. Arjuna, die staat, die doet af en toe, doet hij eens zo, met zijn vuistje. En dat onderlichaam staat gewoon bijna toch wel stil. Dat ligt er wel aan, hoor. Ja, maar zij heeft een beetje een meer beat nog erin. Dat het hele uur dat wij draaiden... En als het ware moet je het gewoon voordoen, hoor. Dat is ook nee. Nee, echt waar. Het hele uur zag je dit. Hele uur. En het opwippen van de koffie. Dat was ook het hele ritme van die muziek. Het was een geweldige beat, hoor. En daar kon ik dus wel ook op dansen. Ik vind dat tegenwoordig de jeugd saai en onder de maat danst. En dat ze bij wijze van spreken in de ene hand een biertje en in de andere hand een sigaret hebben. En dat ze dan alleen maar zo doen. En dan denk ik, is dat het nou? Want dat zie ik, ik ben toch een oma eigenlijk, dat ik eigenlijk veel meer energie aan de dag leg met dansen. En er dus ook veel meer uithaal. Ja, ik vind het heel jammer dat ze zo weinig met hun armen en best ook wel weinig met hun benen doen. Ik woonde een tijdje Antikraak in de Laurierstraat, volgens mij. En toen kwam mijn moeder al 1 keer in de 2 weken het huis opruimen. Niet omdat het moest, maar omdat ze het zelf wilde per se. En toen had ik een nummer gemaakt. En toen kwam ze naar boven op een gegeven moment. Zei ze, oh, wat een mooi nummer. En toen zei ik, nou, dan vernoem ik het naar jou, omdat jij er die dag was. En dat lopen schoonmaken. En dat is het nummer wat nu misschien wel mijn meest geluisterde nummer bijvoorbeeld op YouTube is. Het is heel verrassend. En dan ben je net even helemaal van, oh wat mooi, en dan komt er weer dit dan. Helemaal ergens anders uit iets, alsof het van een andere planeet komt, dan komt er ook bij. Een soort eenheidsnummer van All is One. Het is eigenlijk hemels. Al die jongeren gooien alles op de grond. Peuken. Wordt wel weer opgeruimd. Ja, maar ze gaan er wel lekker tussen zitten. Wat is dat nou? Nee, het is niks voor mij, zo'n festival.